Bij Flair staat de maand maart helemaal in het teken van mindfulness. Deze week praten we over bewust omgaan met relaties en seksualiteit. Daarom schakelden wij relatiebemiddelaar Rika Ponnet in om al jullie intieme vragen te beantwoorden. Een aantal van onze lezeressen vroegen zich eigenlijk af, hè, wanneer ze bijvoorbeeld gaan samenwonen of een tijdje samen zijn, hoe dat ze dat een beetje... Ja, er komen toch vaak strubbelingen aan te pas. Hoe ze dat eigenlijk een beetje smoother laten verlopen? Moet dat smooth verlopen? Hè? Dat is eigenlijk het antwoord. Ik denk dat we vandaag misschien er te vaak van uitgaan dat er in een relatie geen problemen zijn, geen obstakels zijn. Gaan samenwonen, dat is vooral een confrontatie met het feit dat je ontdekt in heel veel gevallen dat jullie twee verschillende mensen zijn en dat er rond nogal wat verschillen, compromissen moeten gezocht worden. Het mag best eens waaien, er mag best eens een storm zijn zelfs, er mag best eens ruzie gemaakt worden. Wij merken dat ook heel vaak in therapie, dat als mensen in staat zijn om tot conflict te komen en nadien daar ook een oplossing voor vinden, dat dat juist relatieversterkend is. Mensen die al te lang samen zijn misschien, of niet te lang, maar al een tijdje samen zijn, die sleur beginnen ervaren in hun relatie en kriebels gaan weg. Kunnen we daar iets aan doen? En is er een manier om dat zelfs te voorkomen misschien? Ook dat heeft opnieuw te maken met wat voor verwachtingen heb ik van het leven, van een relatie. Ervan uitgaan dat het op elk moment even spannend zal zijn, dat kan niet. Anderzijds, wat is altijd goed om ergens dat gevoel van spanning terug op te roepen. Af en toe nog eens samen nieuwe dingen ondernemen, dat is zeker een goed idee. Maar ook los van je partner nieuwe dingen doen, een leven leiden, voed je relatie. Dat klinkt misschien wat paradoxaal, maar het zijn altijd weer die twee poten. Samen dingen doen, maar ook jezelf als persoon blijven ontplooien, blijven ontwikkelen, waardoor je ook nieuwe dingen in de relatie brengt. En ook dat zorgt weer voor verandering, voor verrassing. Maar wat nu als bijvoorbeeld een van onze lezeressen begint te twijfelen als die grote stap voor de deur staat, of ze eigenlijk ooit wel verliefd is geweest op die persoon en of ze die stap wel moet zetten? Twijfel kan effectief gegronde twijfel zijn, omdat je ervaart, eigenlijk passen wij niet bij elkaar, of ik voel me niet gelukkig in deze relatie, of dit is niet het leven dat ik wil leiden. Twijfel kan ook een andere reden hebben. We zien dat vaak voor grote beslissingen, dat mensen wel eens twijfelen. En dat gaat dan over de aankoop van een huis, wat toch een heel belangrijke beslissing is vandaag. Het krijgen van kinderen, het samen verhuizen naar het buitenland, dat soort van grote stappen. En dan zegt dat in wezen niet over de kwaliteit van uw relatie, maar wel over het feit dat je toch wel schrik hebt om uit je comfortzone zo nieuwe, belangrijke, bindende beslissingen te nemen. We hebben ook een lezeres die ons heeft vermeld dat ze eigenlijk in haar eentje op seksueel gebied wel comfortabel is, maar dat van zodra ze samen met haar partner naar bed gaat, dat er dan eigenlijk problemen zijn en dat ze ook niet kan klaarkomen op dat moment. Ze voelt zich daar heel schuldig over. Kan jij haar daarbij helpen? Een seksueel probleem is altijd een probleem van een koppel en nooit een individueel probleem. Lukt het niet om daar met je partner uit te komen, bijvoorbeeld door daarover te praten, samen ontspanningsoefeningen te doen. Er zijn tal van dingen die mensen kunnen doen om zich toch comfortabeler te voelen bij elkaar. Lukt dat niet, dan denk ik dat het ook zinvol is om daar verdere stappen in te zetten en eventueel een beroep te doen op een professional. Is het dan een goed idee om seks echt een beetje in je agenda te plannen, zodat je er toch genoeg tijd voor neemt, of is dat dan niet de manier? Ik zal dan nooit adviseren van dat echt in te plannen, of van daar een, maar wel om daar bewust mee bezig te zijn. Iets wat we niet voeden of wat we lange tijd niet doen, dat wordt ook ondermijnd of dat brokkelt af. Intimiteit is ook iets wat je moet onderhouden. Het is niet werken aan een relatie, het is niet investeren in de relatie. Het gaat er vooral over, ik heb daar aandacht voor en doordat ik er aandacht voor heb, daar tijd en energie in steek, komt eigenlijk ook dat terug naar mezelf. Ja. Zal dat ook mijn eigen levenskwaliteit enorm bevorderen. En in het algemeen bewust in je relatie staan, wat betekent dat eigenlijk volgens jou? Vandaag gaat dat vooral over er bewust tijd durven voor maken. Wat ik vandaag toch zie, is dat heel veel koppels onder tijdsdruk leven. Dat is geen kritiek op het koppel, nooit. Eigenlijk is dat een maatschappelijke tendens. We worden van die aandacht naar elkaar toe weggetrokken door tal van dingen. Vroeger was er tv, daar werd ook heel veel kritiek op gegeven. Ja, vandaag zijn er behoorlijk wat andere dingen die onze aandacht weghalen uit de relatie. Als je op een week tijd maar een half uur tijd hebt voor elkaar, dan is de boodschap niet probeer dat half uur zo kwalitatief mogelijk in te vullen. Ik geloof niet in quality time trouwens. Dan is de boodschap ga eens in dat half uur kijken hoe kan ik de tijd, dus, of hoe kunnen wij de tijd die wij hebben
vergroten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer tijd hebben voor elkaar? Quality time, die komt er ook maar als er quantity time is. Daar ben ik absoluut zeker van. Dat gaan we zeker meenemen. Zo, hopelijk staan jullie nu een beetje bewuster in jullie relatie. Ik wens jullie alvast veel succes en als je meer mindful video's wil zien, abonneer je dan zeker op ons kanaal.